je bent keeper vandaag, hè? Ben je normaal ook keeper, of niet? Nee, dat zie je. Vliegende keeper, ah, je moet in het doelgebied blijven. Dat is bij ons. Ik weet niet of de spelers van MVV de regels een beetje kennen, maar die zullen ze gaandeweg de wedstrijd wel een beetje doorkrijgen. Zoals ik al eerder zei, maar ik blijf het maar roepen, want gisteren heeft MVV dus tegen de aartsrivaal Fortuna Sittard met 0-3 gewonnen uit Zuid-wedstrijd. Is in ieder geval in de pocket. En zo zijn er in Limburg nog een paar aartsrivalen natuurlijk. Dat kennen ze allemaal wel. Ik denk dat de FC Limburg nooit van de grond gaat komen. Dat is misschien ook wel zo leuk ook. Toch? Mag ik het roepen, baas? We're going down to the mother lane. En dat is natuurlijk ook weer mooi, want mooie clubs in Limburg met mooie tradities. Waaronder natuurlijk ook MVV, met die ster, die Maastrichtse ster. Waar ik een beetje naar benieuwd ben is... Ja, daar was ik dus naar benieuwd naar. Van, zit het nog een beetje in die benen na gisteravond? Er is natuurlijk feest gevierd. Die spelers zeiden tegen me, haar, dat is rustig aangedaan. Ja. Als jij een vrijdagavond uit voor Fortuna Sittard wint en je komt terug in Maastricht, dan ga je rustig aan feestjes doen. Hé? Wil je ook toch? Ja. U ook toch? Maar het is leuk om naar te kijken. We worden getrukt als je even met je ogen knipt. Knippert. Dat heb je hem al niet gezien. Maar dat is natuurlijk ook wel leuk, want ons team van Maastricht 1... Die wil natuurlijk niet onderdoen.